De winnaars van de Erop Uit in Eigen Landprijs 2016-2017 zijn bekend. Piepowagen Camping Puur Genieten aan de Kerkendijk 41 in Zomeren heeft daarbij de eerste plaats behaald in de categorie Bijzonder Overnachten. Wij gingen er een kijkje nemen. Jacqueline en Twan Boomans, jullie zijn eigenaar van de People Camping, 2013 opgericht. En nu hebben jullie de eerste prijs gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, dat is prachtig. Hè? Dat is echt een heel mooie waardering, hè, van mensen. Als ze naar de site gaan om op ons te stemmen. En de winnaar, dat is natuurlijk mooi. Ja. En hoe is het allemaal in zijn werk gegaan? Hoe zijn jullie eigenlijk genomineerd? Nou, het is eigenlijk de site van Erop Uit in Eigen Landprijs. En daar kunnen iedereen naartoe gaan om een stem uit te brengen. Op degene wie ze leuk vinden om een stem uit te brengen. En in de categorie bijzonder overnachten, daar stonden wij bij. En hebben we de meeste stemmen behaald. Ja. En met bijzondere overnachtingen hebben jullie de piepowagens. Hoe zijn jullie ooit op dat idee gekomen? Ja, vonden we gewoon wel leuk, hè, Twan? Ja. Dus, het is een keer iets anders. Ja. Hè? En wat maakt die bijzondere overnachting nou zo bijzonder bij jullie? Wat is er nou in die piepowagens allemaal te vinden? Een bedstee. Slapen in een bedstee is natuurlijk al een keer iets anders. En we hebben ze allemaal op een eigen manier weer ingericht, maar allemaal knus en gezellig. En dat is een keer iets anders natuurlijk als een gewone staakcaravan. Ja. En wat is er nog meer te vinden op deze camping? We hebben een omheind speelbos. Dus dat is heel leuk voor kinderen om hutten in te bouwen. We hebben een blote voetjespad. We hebben een tentje daar. Daar kunnen ze als het wat minder weer is inspelen. Daar hebben we een bak met blokken waar ze mee kunnen bouwen. En een tafeltennistafel. En we hebben het paviljoen. Daar staan allemaal spelletjes. En daar is ook leuk. En boekjes. Een minibiep hebben we. En hoeveel piepowagens zijn er op de camping? We hebben nu 4 piepowagens. Van 1 2-persoons, een 3-persoons, een 4 en een 6-persoons. En we zijn van plan om 1 piepowagen erbij te bouwen, 5-persoons. En dan is het, omdat we zo kleinschalig blijven, is het dan genoeg. Ja. Hier komen ook mensen die gewoon een eigen caravan of een tent hebben, toch? En hoeveel komen hier in de zomer ongeveer? Ja, dat is ook afhankelijk van het weer. Als het slechter weer is, dan gaan mensen toch wel verder naar het zuiden, hè, met de caravan. En dus dat is elk jaar weer anders. Ja. Ja. En hoe zien jullie de toekomst voor de piepowagen camping? Nou, we zien de toekomst zo dat het in ieder geval kleinschalig blijft. En dat we, als we net zo vol zitten als afgelopen jaar, dan is het goed. Ja. Voor de toekomst. En we proberen ieder jaar iets nieuws bij te bouwen of iets voor de kinderen te spelen. En dat is iedere keer mensen die terugkomen ook iedere keer weer iets verrassends hebben. Echt in het bos of iets. De kinderen zijn goed kunnen vermaken hier.